Nog eentje dat ik graag had geweten als hoogbehaafde, moest ik in het middelbaar zitten. En toen al geweten heb dat ik hoogbehaafd was. Hè. Ik heb al eentje gehad over COVID. Er zijn er veel van COVID, dus ik ga er wel een paar kunnen delen. Het tweede dat ik eigenlijk had willen weten, dat wat COVID zegt in zijn tweede eigenschap, hij babbelt over 7 eigenschappen, in zijn tweede eigenschap, start met het einde voor ogen. Ja, start met het einde voor ogen, was dat nu weer voor zeven? Wat bedoelt hij daar eigenlijk mee? Is, als je gewoon maar elke dag doet wat er die dag moet gebeuren, hebben wij als hoogbehaafden zo'n heel onrustig gevoel. We missen zo het gevoel alsof dat hier een verschil maakt waar we mee bezig zijn. Is dat wel zinvol? En al die zeven op school. En, allee, er hangt er niks aan. Het is zo, ja, een zinloze activiteit eigenlijk. Wat zegt die tweede eigenschap? Is dat je zelf een keer moet nadenken van, start met het einde voor ogen. Oh, waar droom ik van, wat ik later zou willen doen? Zou ik mensen willen helpen? Zou ik kennis willen delen? Dus als ik dat had geweten, als ik jong was, was ik veel vroeger begonnen met cursussen te volgen, boeken te lezen. YouTube stond nog niet in mijn tijd, maar alleen moest ik nu jong zijn. YouTube te kijken, dingen te leren, want ik geniet echt van kennis te delen. En ik heb dat dus altijd gehad, maar ik wist dat alleen niet. Dus de tweede eigenschap is eigenlijk, ja, spring een keer verder dan vandaag. Kijk een keer naar wat u echt energie geeft. Hè. Weet je nog, de eerste eigenschap, stuur in eigen handen, hè, wat u echt energie geeft. Extrapoleer dan een keer binnen 10, 15, 20 jaar. En houd dat in uw achterhoofd in alles wat je doet. Want veel wat je op school leert, lijkt nu niet relevant te zijn. Maar als je heel goed weet waar je naartoe wilt, één, dan weet je dat er sommige vakken zijn. Ja, je moet er door geraken, anders ga je nooit die studies in het hoger kunnen volgen. Maar veel vakken hebben ook elementen die je dan in die droom van jou gaat kunnen gebruiken. Zelf al wilde een popster worden, zelf al wilde muziek gaan maken en zo. Ja, goed, als je ervan wil leven, ga je een beetje met cijfers overweg moeten kunnen. Je gaat een beetje financieel gevoel moeten hebben. Je gaat economisch wel moeten weten van hoe maak ik iets dat één, ik graag maak. Want dat vinden we allemaal superbelangrijk. Maar ook iets dat, hè, een euro opbrengt. En hoe ga ik dat geld dan managen? Zodanig dat ik wel, ja, de zekerheid heb, een huis heb, et cetera. Wat je dan relevant vindt natuurlijk op dat moment. Dus weet dat hoogbehaafden heel fel nood hebben aan die zingeving. Aan dat waar wil ik eigenlijk binnen zoveel tijd staan in mijn leven? En hoe meer dat je daarover nadenkt en dat als basis pakt om elke dag te starten, hoe meer dat je weet waar je op focust, hoe meer dat je weet wat je eigenlijk echt wel wil leren, hoe meer dat je weet dat je andere dingen er dan maar moet bijpakken, maar dat je eigenlijk, doordat je dat stuur in eigen handen hebt en je weet naar waar je gaat rijden, dat je dichter en dichter bij je doel gaat komen. En nog belangrijker, dat je misschien al dingen gaat kunnen doen vandaag of morgen, die je later dan als job gaat kunnen doen. Steve Jobs is ook gestart met de bellen naar de baas van Hewlett Packard, denk ik toen. Om te vragen voor wat onderdelen, omdat hij iets aan het bouwen was. En de volgende zomer mocht hij dan een vakantiejob doen. En de rest is history. Dus, follow your dream. Weet waar je naartoe wilt. En dat hoeft niet precies te zijn. Geen paniek. Je moet al niet precies weten hoe dat je dokterspraktijk of het podium van voor je orkest gaat uitzien. Maar denk erover na. En weet dat elke dag één stap dichter is bij de dromen die je gaat vormgeven. Bye.